Vlaanderen opgetreden in de derde en in de tweede divisie. En dat zijn hele ervaren muzikanten, maar er staat tegenover dat ze ook een heel moeilijk stuk moeten gaan spelen. Maar desondanks is er vandaag geen groep geweest die hoger heeft gescoord gemiddeld dan deze groep. Dus daarvoor graag een groot applaus. Ik zei al, jullie zijn ervaren muzikant, jullie gaan al richting C, richting D, 4 diploma's. Maar dat hebben jullie niet alleen gedaan, want jullie ouders die hier in de zaal zitten, die hebben jullie de tijd gegeven om dat te bereiken. Die hebben jullie de ruimte gegeven thuis om te oefenen. En die hebben er ook voor gezorgd dat het financieel voor jullie mogelijk was om jullie hobby uit te oefenen. Dus graag van jullie een groot applaus voor jullie ouders. Dan de punten, want dat willen jullie natuurlijk allemaal weten. We begonnen in de derde divisie met Tje Wijs. Tje behaalde 87 punten. Applaus. Daarna hoorden we Femke Horstermans. Femke behaalde 81 punten. En tot slot in de derde divisie hoorden we Roy van der Ven. En Roy van der Ven haalde 88 punten aan promotie. En daarmee is ook meteen de winnaar van de derde divisie bekend. Ook die krijgt de beker mee naar huis. Roy van der Ven, want nogmaals, hij haalde 88 punten aan promotie. Dan de hoogste categorie in de tweede divisie. We begonnen met Femi Derks. Femi behaalde 87 punten aan promotie. Daarna kwam Lisanne Cox. Lisanne behaalde 89 punten aan promotie. Toen hoorden we Meike Rothoff. Ze haalde 84 punten. Toen Nick Jansen, 85 punten aan promotie. En tot slot horen we Daantje van der Giezen, 86 punten aan promotie. En daarmee is ook de winnares van de tweede divisie bekend, Lisanne Cox, 89 punten aan promotie. En dan hebben we natuurlijk nog één prijs, dat is de prijs voor de beste van het hele blazersgedeelte. En ook die gaat naar Lisanne, want nogmaals, ze haalde 89 punten en promotie. Dan hebben we nog één prijs over, dat is de algehele dagwinnaar. We hebben een dagwinnaar van het slagwerk. We hebben Lisanne, een dagwinnares bij de blazers. En de beste van die twee wint ook nog eens de wisselbeker voor de algehele dagwinnaar. En die gaat dit jaar ook naar Lisanne Cox. Van nogmaals 89 punten en promotie. Hoop voor Lisanne dat het huis groot genoeg is thuis, dat er nog wat bekers bij passen. Daarmee is er ook een einde gekomen aan dit gemeentelijk solistenconcours van 2018. Ik wil u graag allemaal bedanken. Ik wil nogmaals ons jurylid van harte bedanken. Ook voor hem is dit een hele lange zit geweest, maar heeft het tot een heel goed einde gebracht. En voor u allen, wel thuis, dankjewel en tot volgend jaar.